De meerwaarde van een Parkinson-centrum is dat je daarin kennis en ervaring concentreert. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is, want het gaat om een hele complexe ziekte waar je pas na lange ervaring en door veel patiënten te zien iets van gaat begrijpen, zodat je ook de goede behandeling kunt kiezen. Een andere belangrijke factor bij het opzetten van zo'n centrum is dat we nadrukkelijk tijd willen creëren voor de patiënten. Dat is nodig om allerlei redenen. De complexiteit van de ziekte, ook in de loop van de ziekte het vertraagde begrip. En in veel praktijken waar ook Parkinson-patiënten worden gezien, is er te weinig tijd. April 2009 is het bij mij begonnen. Ik had eerst last van een pijnlijke arm. Ik ben naar de huisarts geweest. Die constateerde waarschijnlijk dat er een zenuw bekneld zat. Die heeft me doorgestuurd naar de neuroloog in het ziekenhuis in Almelo. En al vrij snel was de constatering naar een scan dat ik de ziekte van Parkinson had, waardoor ik hier onder behandeling kwam. Ze hebben hier een neuroloog, Parkinson-verpleegkundige en een neurochirurg. Ze werken allemaal samen met elkaar. Ze nemen veel meer tijd voor je. In Almelo was het een kwartiertje. Hier kijken ze niet naar de tijd. Als het een uurtje is, is ook niet erg. Het is geen toeval dat het Parkinson Centrum Noord-Nederland in Groningen wordt gevestigd, omdat er hier al een lange traditie bestaat in zowel het UMCG als het Martini Ziekenhuis in het behandelen van de ziekte van Parkinson. Daarnaast is het zo, de derde partner in dit Parkinson Centrum is de Zorggroep Groningen, waar we al jarenlang contact mee hebben, omdat we daar de zogenaamde kortdurende revalidatie, de short stay, specifiek voor Parkinson patiënten, mee hebben opgezet. En dat functioneert eigenlijk uitstekend. Wij zijn trots op de manier waarop we gaan samenwerken met het UMCG en met Zorggroep Groningen. Vanuit het Martini Ziekenhuis willen we ook graag meewerken aan het goed inregelen van de zorgverlening voor Parkinson-patiënten. En dat betekent dat we ook bereid zijn om over de grenzen van onze eigen instelling heen te denken. En het is hartstikke mooi dat dat ook bij UMCG en Zorggroep Groningen gebeurt. En dat zou eigenlijk vaker moeten gebeuren om de samenwerking te zoeken in plaats van de concurrentie, want dat heeft in onze ogen te weinig toegevoegde waarde. De zorg voor de noordelijke Parkinson-patiënt is voortaan niet meer versnipperd, maar geconcentreerd in een netwerk van specialisten die samenwerken en kennis delen. Het is bijna automatisch dat dit soort samenwerking tot stand komt door personen die elkaar vinden. Dat is in dit geval ook weer gebeurd. Dat gebeurt gelukkig op andere fronten ook. En het belangrijke hierbij vind ik dat de patiënt centraal staat. En dat er dus een vroegsignalering voor de Parkinson-patiënt is. En dat de patiënt uiteindelijk in de keten zo snel mogelijk de goede weg weet te vinden. Niet van het kastje naar de muur, gelijk op de goede plek, gelijk op bij het goede loket, gelijk goed behandeld worden. Door het noordelijke netwerk van specialisten, het expertisecentrum en het ambulant team kunnen patiënten voortaan een betere kwaliteit van zorg en behandeling tegemoet zien. Ook in de ziekenhuizen ontwikkelen wij ons verder. Er zijn nieuwe behandelingen voor Parkinson in de loop der jaren gekomen. Pompbehandelingen, operaties, multidisciplinaire behandeling binnen het ziekenhuis, multidisciplinaire beoordeling in het ziekenhuis vindt plaats. En wat wij nu zien is dat de twee ziekenhuizen die bij deze samenwerking betrokken zijn, dat op hun eigen manier doen. Met hun eigen meerwaarde, maar door dat te combineren verwachten we dat we die waarde nog verder kunnen versterken. Dus wat we willen is door die samenwerking in één centrum ervoor zorgen dat het niet meer afhankelijk is van poppetjes, maar dat het op de lange termijn blijft bestaan. Een van de onderdelen die bij expertise hoort is scholing. Dus wat wij willen is de kennis en de kunde die wij verzameld hebben ook aan anderen leren, zodat op andere plekken de behandeling op dezelfde manier met dezelfde kwaliteit kan plaatsvinden. Nou, dat centrum lijkt me eigenlijk ontzettend positief, omdat je dan op één punt met al je vragen terecht kan en advies kan krijgen over alle onderwerpen Parkinson betreffende in de breedste zin. En dat je niet voor iedere vraag weer naar een andere adres moet. Dat lijkt me wel ontzettend plezierig. Of ik zin in deze samenwerking heb? Ja, absoluut. We werken al 10 jaar met elkaar samen, met een heel fijn gevoel. Heel veel mooie dingen hebben we al gedaan. Het enthousiasme van alle mensen om ons heen, iedereen die erin meewerkt.
Ja, dat heeft al tot iets moois geleid, maar dat gaat tot iets veel moois nog leiden. Als je het hebt over de krachten samenbundelen, dan zie je bijvoorbeeld dat in het Martini ziekenhuis de Parkinson dagdiagnostiek er al is. In het UMCG doen we de hersenoperaties, de stereotaxie en de duodopa. In Matershof de apomorfine. En samen zijn we dus al een heel krachtig team waarin we heel specialistische zorg in Noord-Nederland geven. En dat maakt ons al sterk. Dat geeft ons al een heleboel kennis samen. En ja, dat is een hele mooie ontwikkeling geweest de afgelopen jaren. Het expertisecentrum stelt kennis en zorg beschikbaar voor alle noordelijke Parkinson-patiënten en zorgprofessionals. Als disciplines heb je allemaal een andere insteek. En allemaal je eigen expertise rondom de patiënt en je eigen manier van vragen stellen of praten met een patiënt. En als we dat bij elkaar kunnen brengen door heel kort en met korte lijnen met elkaar te kunnen communiceren, dan zijn al die disciplines, dan is niet 1 plus 1 is 2, maar dan zijn we samen 3. En dan kunnen we echt iets moois voor een patiënt doen. Ik vind de samenwerking tot nu toe al heel erg leuk. We leren ontzettend veel van elkaar. We kunnen voor elkaar als disciplines, maar ook voor de patiënten dus heel veel betekenen. Dus ik zie ernaar uit om dat verder vorm te gaan geven. En nog meer inhoud en continuïteit dan dat we dat nu al doen. Ik denk als er één centrum is voor de Parkinson-patiënt, is dat dat een sterke verbetering kan worden in de samenwerking met dit centrum. Als er één duidelijke manier is om te verwijzen en samen te werken, heb ik daar als huisarts wel degelijk voordeel van. Die eenduidige protocollen zijn wel een enorme steun voor de huisarts. Maar ik denk dat de patiënt daar nog veel meer bij gebaat is. Als alle dokters en behandelaars met één mond spreken, is het allemaal veel duidelijker en prettiger voor de patiënt. Nou, wat verder echt onderscheid is met andere plannen, is dat we niet alleen praten over dat centrum op één plek, maar je praat over samenwerking in een heel groot werkgebied, waar alle mensen die een link hebben met deze ziekte, als behandelaar, echt gaan samenwerken. Dat is nieuw, dat zie je niet in Nederland. En dat helpt volgens mij enorm om de zorg dicht bij onze mensen te kunnen organiseren. Nou, daarnaast is het ook belangrijk voor zorgverzekeraars en andere partijen dat duidelijk is welke kwaliteit je levert en op welke manier dat geborgd is. Het is heel belangrijk dat mensen een integrale zorg krijgen. Dat het niet alleen maar verpleegkundige zorg is of zorg vanuit artsen, maar dat het integraal wordt aangepakt en niet alleen maar in de centra. Maar het heeft ook impact op het leven thuis bij mensen. En het is belangrijk dat dat ook in de picture komt. Mijn punt voor Parkinson is dat ik zonder de hersenoperatie geen leven meer had. Met de hersenoperatie heb ik weer een fijn leven met mijn vrouw en de kinderen. Mijn punt voor Parkinson is dat gezien de complexiteit van deze ziekte alle patiënten met deze aandoening in gespecialiseerde centra behandeld moeten worden. Mijn punt voor Parkinson is dat de patiënt die Parkinson heeft of die gaat krijgen of een vroegsignalering daarvan, dat dat zo snel mogelijk wordt opgepakt en dat we dat multidisciplinair behandelen, waarbij die patiënt vooral niet merkt dat het multidisciplinair is. Mijn punt voor Parkinson is dat deze zo stevig staat dat het in de toekomst houvast biedt voor patiënten met de ziekte van Parkinson. Mijn punt voor Parkinson is dat ik het tot nu toe moeilijk vind om de zorg voor mijn Parkinson-patiënten te volgen, te controleren en misschien wel te regisseren. Mijn punt voor Parkinson is dat ik iedere dag inga als een open boek. Je weet niet wat er die dag gebeurt, hoe je je gaat voelen. Het is gewoon iedere keer heel erg onzeker. En dat maakt het leven toch wel behoorlijk zwaar. Mijn punt voor Parkinson is dat Parkinson een hele ingrijpende ziekte is. Niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor de omgeving. Met heel veel complexe zorgvragen, maar ook behandelvragen. Mijn punt voor Parkinson is toegewijde mensen samenbrengen om de behandeling en zorg te geven die de patiënt nodig heeft. Mijn punt voor Parkinson is slim samenwerken voor de patiënt. Mijn punt voor Parkinson is dat ik verwacht dat er meer Parkinson-patiënten bereikt zullen worden door de vorming van dit centrum. Mijn punt voor Parkinson: er samen voor gaan.
samen iets heel moois neerzetten. Multidisciplinair samenwerken, een mooie keten neerzetten waarin we samen heel veel kwaliteit van zorg kunnen bieden in een complexe problematiek van de ziekte van Parkinson. Mijn punt voor Parkinson is, zonder trillen en beven wil ik leven. Dat is een uitspraak van een oom van mij die Parkinson had en toch naar Canada geëmigreerd is. En daar gedurende lange tijd een heel mooi leven heeft opgebouwd.